vandaag interviewen en het onderwerp van vandaag is eten. Wat heb je gisteravond gegeten? Gisteravond heb ik pasta gegeten, omelet met zalm en lenteuitjes. Gisteravond heb ik inari gegeten. Ik heb gisteravond nasi gegeten. Nou, dat was gehakt met uitjes. Ik heb lekkere zelfgemaakte kippensoep gegeten met curry, tauge en lenteuitjes en veel hete pepers. Wat is het lekkerste wat uw moeder kon koken? Oh, wentelteefjes. Ken je dat? Nee, geen idee. Nou, wentelteefjes is echt iets heel ouderwets Nederlands. En dat maakte je met oud brood. Dus eigenlijk is het een beetje crisis eten. En dan kon je het nu weer heel goed doen. Want ja, je hoort natuurlijk brood niet weg te gooien. Je hoort nooit eten weg te gooien. Mijn moeder kan heel gek genoeg een fantastische spaghetti bolognese maken. Mijn moeder maakte heel erg lekker Italiaans macaroni met saus en kaasje. Zuurkool. Zuurkoolstampot met lekker rookworst en spekjes erin. Welk eten vind je niet lekker? Nou, ik eet bijna alles. En ik heb niet zoveel met spaghetti. Okay. En waarom niet? En waarom niet? Omdat ik dus altijd, als ik het net gegeten heb, dan over een half uurtje heb ik dan weer honger. Ik hou niet van industrieel geproduceerde eten. Ik hou van eten van de tuin die zelf geproduceerd is. Ik lust alleen geen lever, niertjes en pens. Spinazie en witlof. Waarom niet? Omdat het bitter is. Ik hou niet zo erg van Hollands eten. Dus aardappelen met jus en een stukje vlees. Dat vind ik niet zo heel lekker. Waarom niet? Ja, ik vind het een beetje saai. Plant of verbouw jezelf ook eten? Nou, dat wil ik graag doen. Nee, want ik woon op 4 hoog, dus ik heb geen tuin. Ik probeer in de tuin bij ons kruiden. We hebben munt voor de thee en we hebben basilicum. De oregano is heel lekker in de tomatensaus, bij de pasta, dus dat gebruiken we het, ja. Waar koopt u uw eten? Ik ga naar de Noordermarkt om de groenten die ik niet zelf verbouw te kopen. Ik koop mijn eten bij de Focomokum. Dat is een voedselcollectief waar wij met z'n allen de rijst en de granen en de bloem inkopen met z'n allen. En ik ga naar Chinese supermarkten. Ik koop eten op de markt. Ik woon vlak bij de Albert Cuypmarkt. En daar zit een Turk met allemaal verse kruiden en een slager. En bij de supermarkt, we hebben een Dirk van der Broek en een Albert Heijn. En bij de natuurwinkel. Heel veel bij de supermarkt of bij de Turkse groenteman. Met de Marokkaanse slager of islamitische slager. Daar koop ik meestal mijn boodschap. Bestelt u wel eens eten of haalt u het af? Ja, ik bestel ook wel eens eten, want ja, ik ben ook wel eens lui natuurlijk. Dus dan verse pizza of roti, kip of Chinees of lekker Marokkaans of Turks. Mm. We maken het meestal zelf. Ja. Ja, maar we halen ook wel eens wat af. Lekker roti of zoiets. Dat doe ik niet. Ik eet nooit buiten de deur. Bestellen of afhalen, doe je dat vaak? Nooit. Ik kook 3 keer per dag minstens zelf. Ja, mijn lievelingseten. Oh, wat vind ik nou heel erg lekker. Ja, wat ik al zei, zuurkool vond ik lekker 's winters. Wat is daar zo speciaal aan? Wat is daar zo speciaal aan? Nou, zuurkool is heel gezond. Hè? Er zit heel veel vitamine in. En 's winters als het koud is, dan is het heel lekker. Want dan, ja, tegen de kou. Lekker met een stukje rookworst en spekjes. Groenten die gefermenteerd zijn. zoals zuurkool of kimchi. En wat is daar zo speciaal aan? Met de bacteriën die om ons heen leven en de gisten en die ook zelfs in ons buik zijn. Met die bacteriën werk je samen om een groente te maken die nog meer voedingswaarde heeft dan het rauwe groente. Tot slot, wat is je lievelingseten? Ik vind zelfgemaakte nasi wel heel lekker. Wat is dat? Nou, dat doe ik dan verse gember en knoflook en lekker veel koriander en allemaal lekkere verse kruiden, heerlijk. Mijn lievelingseten is kip in de oven. Okay. Wat is daar zo speciaal aan? Omdat ik het met mayonaise eet of knoflooksaus.